Dit is de Canon EOS R. En tezamen met nog een hele rits andere DSLR en systeemcamera's van Canon kun je deze camera nu inzetten als webcam voor je videocalls en livestreams. En in deze video laat ik jou zien hoe dat werkt. In 2 minuten. Het is een bijzondere tijd. Veel mensen werken deels of zelfs helemaal vanuit huis en meetings met collega's en anderen vinden dus veelal plaats via videocalls online. Canon speelt hier slim op in en bracht onlangs de EOS Webcam Utility uit. Daarmee kun je een geselecteerd aantal DSLR en systeemcamera's van Canon inzetten als webcam. En zo maak je in een paar simpele stappen van dit ineens dit. Oké, het werkt als volgt. Allereerst zoek je jouw camera op in de lijst met geselecteerde EOS modellen. Die klik je aan en op de productpagina download je vervolgens de EOS Webcam Utility Beta. De software is inmiddels beschikbaar voor zowel Windows als Mac en is nog in beta. Eventuele bugs en of foutjes worden door Canon dus gaandeweg nog verholpen. Stap 2, installeren. Je installeert natuurlijk de software waarna je je computer even moet herstarten. Stap 3, camera aansluiten. Als je computer opnieuw is opgestart, is het tijd om je camera aan te sluiten op de computer. Voor de EOS R gebruiken we daarvoor een USB-C naar USB-A kabel. Maar dat kan voor jouw Canon DSLR of systeemcamera net even anders zijn. Check dat dus even zelf. Als je de camera aangesloten hebt, zet je hem aan en vervolgens zet je hem in de videostand. Je computer detecteert de camera in principe uit zichzelf. Je kunt de EOS Webcam Utility gebruiken in combinatie met een hele rits aan verschillende programma's voor videocalls en livestreams. Maar wij gebruiken voor dit voorbeeld even Zoom, omdat dat op dit moment een veelgebruikte service is voor videocalls. Je opent Zoom. We zien nu nog de ingebouwde webcam op de laptop. Maar als we de video settings openklappen, kunnen we daar kiezen voor de EOS Webcam Utility. En voilà. Zoals je ziet is het nadat je de software hebt geïnstalleerd simpelweg plug and play. En het leuke is natuurlijk ook dat je naast dat je die hoogwaardige beeldkwaliteit hebt van je camera, dat je ook gewoon de instellingen op je camera aan kunt passen. Dus je houdt veel meer controle. Goed. Vond je deze video nou leuk of heb je er wat aan gehad? Laat dan even een like achter en vergeet zeker niet te abonneren. Voor de verandering jongens en meiden, heb ik deze video eens een keer helemaal in mijn eentje opgenomen in de studio. Dus ik ga gauw de C200 uitzetten. En dan zeg ik tegen jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende. Yup. Daar moet ik dan nog even een shot van maken, want dat kan. Oké, dat was hem. Voor dit stukje. Ja, de laatste take, dat wordt de beste.